Goedemiddag, in deze video ga ik jullie vertellen wat de 5 voordelen van een studievereniging zijn. Om te beginnen is er een groot verschil tussen een studievereniging of een studentenvereniging. En het verschil is dat een studievereniging gekoppeld is aan een opleiding. Denk hierbij dat de opleiding docent biologie zijn eigen studievereniging kan hebben. Een opleiding communicatie kan zijn eigen studievereniging hebben. Ook de opleiding waar ik bij zit, communication en multimedia design, die heeft ook zijn eigen opleiding en dat is genaamd IAMCORE. En zelf ben ik al 3 jaar lid van de studievereniging IAMCORE. Ik heb ook 1 jaar lang in de studiereiscommissie gezeten en daarbij heb ik een studiereis georganiseerd naar Budapest. En om jullie een goed beeld te geven van een studievereniging heb ik hier wat toffe beelden van jullie. Deze beelden zijn afkomstig van de evenementen van IAMCORE, van de studievereniging waar ik bij zit. Veel kijkplezier! Om te beginnen, voordeel nummer 1. Als je bij een studievereniging zit, ontmoet je heel veel nieuwe mensen. En voornamelijk dan dus nieuwe mensen van je opleiding, wat heel erg handig is voor als je een vraag hebt, als je ergens niet uitkomt, als je graag meer informatie wil weten over stages en minors. Je leert namelijk heel veel eerstejaars, tweedejaars, derdejaars, vierdejaars kennen. Natuurlijk levert de studievereniging ook heel veel vrienden op. Omdat je veel leuke evenementen hebt, ga je veel nieuwe mensen leren kennen. Doordat je een heleboel nieuwe mensen leert kennen, kom je ook veel meer in contact met bedrijven en met docenten. En die kunnen je altijd helpen met het vinden van een stage. Voordeel nummer 2. Studieverenigingen organiseren heel veel leuke dingen. Daarom hoef je het hele jaar door nooit te vervelen. Denk hierbij aan borrels, aan gala, aan wintersport, aan kroegentochten, aan buitensportactiviteiten, gezellige picknicksessies in het Vondelpark. Noem het maar op, je hoeft je nooit te vervelen. En daarbij, niks is verplicht. Voordeel nummer 3. Een studievereniging draagt bij aan je ontwikkeling. Als je houdt van organiseren of je wilt graag leren organiseren, kan je altijd aansluiten bij een commissie of bij het bestuur van je studievereniging. Bij een commissie kan je hierbij denken aan een feestcommissie of een wintersportcommissie of een studiecommissie die zich speciaal richt op 1 tak binnen de activiteiten en evenementen van een studievereniging. En zo kan je het hele jaar door toffe dingen organiseren. Voordeel nummer 4. En dit is een voordeel die ik zelf heel erg fijn vind, want dit is een studievereniging heeft geen verplichtingen. Bij een studentenvereniging ben je meestal verplicht om 1 keer in de week of 1 keer in de maand ergens op te komen dagen. En bij een studievereniging is er niks verplicht. Je mag komen wanneer je wil, je mag gaan wanneer je wil. Het maakt gewoon niet uit, je bent gewoon niks verplicht. En als laatste voordeel nummer 5. En dit is ook een hele fijne. Studieverenigingen hebben geen ontgroeningen. Je hoeft geen bami in je onderbroek te stoppen. Je hoeft niet een week lang niet te douchen. Je hoeft niet een week lang niet je tanden te hoeven poetsen. Je hoeft niet als een kip door Amsterdam rond te gaan lopen. Het is gewoon chill, je hebt geen ontgroeningen. Willen jullie nou graag weten bij welke opleiding er welke studievereniging hoort? Of wil je nou graag weten of jouw opleiding ook een eigen studievereniging heeft? Ga dan naar www.asva.nl en dan heb je een hele lijst van alle studieverenigingen binnen de HVA. Er zijn echt superveel studieverenigingen. Even kijken, ik zie bijvoorbeeld hier DNA staan, dat is van een opleiding biologie. Ik zie hier HRM staan, dat is van de opleiding HRM. Ik zie Mimagine staan, dat is van de opleiding MIC. Wil je nou weten wat je naast een studievereniging nog meer voor leuke dingen kan doen? Klik dan hier om de video te zien van Jane. En deze video gaat over de studententijd tag. En wil je nou nog meer video's zien van HVA en niks meer missen? Klik dan hier om te abonneren. En zoals ik altijd afsluit, zeg ik tegen jullie, ciao!